Ja mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Onze Bed. Vandaag zijn we weer terug met een nieuwe Rocket League video. En niet maar zo'n speciale, maar de 50ste aflevering. Sorry dat het zo lang duurde, maar er kwamen er wat dingetjes tussen en het was nog goed. Ja, ik had er nog even geen tijd voor om deze video op te nemen. Maar andere afleveringen zijn er al wel, dus die komen ook spoedig online. Maar ik wil eerst zeggen, bedankt voor de mensen die er zo al lang bij zijn. Like, de 50ste aflevering is niet echt zomaar een aflevering. Ik heb in totaal ook bijna 100 video's geüpload. Dus dat is al een heel speciaal moment. En thanks voor alle support, sorry dat het echt zo lang heeft geduurd. Maar vanaf vandaag hoop ik er ook volledig weer bij te zijn. Dus ook iedereen veilig Valentijnsdag. Ik heb het niet zo. Voor mij is het niet zo bijzonder, maar. Maar vandaag doen we ook daarom speciaal, of niet normaal, zoals altijd, 3 potjes doen, maar waarschijnlijk 5 potjes. Dus als je daar enthousiast van wordt, als je dat fijner vindt, laat ik zeker achter. Misschien kan ik het dan wel wat vaker doen. Maar abonneer, reageer en like zeker deze video vooral. Want ja, het is een speciale aflevering, de 50ste Rocket League aflevering. Jeetje, dat heeft lang geduurd. Zeggen, daar heeft ook al een tijdje overheen gegaan. En vandaag, zoals je ziet, doen we Heat Seeker 2 vs 2. Dus. En we hebben gescoord. Ik had wel een mooie save, though. Al zeg ik het zelf. Al zeg ik het zelf. Twee. Eén. Zo, en die gaat zitten. I call it. Ik heb het gezegd. Oké. Ja, ik was er zo klaar mee. Alleen ik raakte hem wel verkeerd aan die kant. Zo. Nou, die moet mijn teammate hebben, want ik sprong verkeerd. Niet een beetje verkeerd. Nice. 5-1. Rocket League throwback enter. Ja. Ik stond totaal verkeerd. Ik weet ook echt niet wat er gebeurt. Ik heb zo gevoel dat mijn controles een beetje vervelend aan het doen zijn. Ja, we hebben wat kunnen wat leiden, dus. Veel te snel uit. Veel te veel snelheid. Nou, pak hem. Ho. Zeg je, dat was een interessante. En die zit. Nice. Very nice. Nee, ze zijn achteruit. Het is nog 1 doelpunt en we hebben gewonnen. De
Die komt hoog. Die gaat naast. En die gaat recht op het doel af. Ja, ik moet zeggen, ik stond er ook nog plukken. Kadim. En die gaat recht op het doel af. Oeh. Uitdaging. Ja. Nou. Nog één doelpuntje scoren. En dan zijn we binnen. Oh god, ik heb dat probleem weer. Ja. Altijd leuk. Ja, nou doet het weer. Wat zeg ik, mijn muis reageert niet. Nice. En in de kruising. Net niet. Oh ja, wat zeg ik, was te laat. Gaat hij erin? Yes, yes. En we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. We gaan gelijk door naar het volgende potje. Hallo mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. En we doen een 1 tegen 1. Mijn idee van deze aflevering is opbouwen. Nou, die heat zie ik als bonus. Maar... we beginnen met het eerste potje, 1 tegen 1. Tweede potje, 2 tegen 2. Derde potje, dan ja, derde potje, 3 tegen 3. En eindigen met 4 tegen 4. Dus als je dat, ook, dat concept ook vaak wilt zien, abonneer ook zeker. En laat het ook zeker achter. Maar eerst gaan we het potje even winnen. Oh. Ja, denk het dus even niet. Oh, dat is jammer. Nice. Ik heb hem vol kunnen geven voor mezelf. Oké. Okay. Oh mijn god. Serieus? Dat ik dit niet afmaak. Oké, dit was wel heel slecht van mij, again. Ik weet niet wat er gebeurde, maar... ja. Ik snap niet hoe het nog 0-0 staat, maar... oké. Okay. Die gast al lang moet afmaken. Nou dan, eindelijk. Eindelijk mijn doelpuntje. Finally. Even de boost pakken. En dan. Oké. Okay. 2-0. Nice. Kijk, eerste doelpuntje was even nodig en nou gaan we los. Nou gaan we los. Zo. Nou, ik pak eerst even deze boost gewoon. Ik laat hem eens een trapje doen. Als die hier komt. Nope. Oké, dat deed ik heel slecht. En deze gaat hij heel slecht afmaken. Are you kidding me? Ja, dat was heel slecht van mij gedaan. Ik moet eigenlijk, ging het recht op wal af. Zo. Defense.
Sure. Okay. Doei. Nou, dat is de eerste. En, oké, dat is minder. Nou, ik heb hem nog uit kunnen verdedigen voor mezelf, maar... Zo. Nou, dan komt een voorzet, kind of uit. Zo. Ja, dat denk ik dus even niet, hè. Gewoon even afstraffen. Zo. Och, are you kidding me? En alle boost pakken. Nee, dat is jammer. Nee, ik hoop eigenlijk nog een doelpuntje eruit te kunnen halen, maar het kan nog. En als ik het niet verprut, zwak wel doen. En nog een keer. Yeah. Ja, ook altijd. Misschien gebruik ik de verkeerde auto's, maar dat weet ik niet. Maar we gaan gelijk door naar het volgende potje. Yo mensen, welkom bij het derde potje. En zoals gezegd, 2 tegen 2. Ik hoop dit potje ook kunnen gaan winnen. Zo. Nou, defense. Ik hing er wel voor als die bal kwam, maar... Dat kan niet, dus... Ja, dat is jammer, maar het is een team. Oké, dan weten we wat we moeten gaan doen. Dan weten we wat we moeten gaan doen. 2, 1. Nou, de server is ook weer goed bezig. Ja, server. Alright, nice. 1-1. Ja, ik raakte hem daar totaal niet. Moet ik soms de onmogelijke ballen wel raken en de makkelijkste ballen niet. Oh mijn god, jongen. Bijna, zeker niet bijna. Zo, hier. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg rechtstreeks op het doel, maar... Nu mijn skills. Ja, ik weet niet wat er is met deze server, maar deze lekt als een malle moker.
kunnen. Goed zo. Ah, dat vind ik wel. Oké. Ja, precies die. Ik ga deze server keihard reporten, want deze server is zeer slecht. En die gast heeft me verlaten, serieus. Pussy, pussy. Zo. Nou, is het 2-2. Kijk, we hadden gewoon de game niet moeten verlaten. We hadden gewoon geduld moeten hebben. Want ja, we hadden nog zo, ja, 1,5 minuut om even een doelpunt te maken. 1,5 minuut. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar er gebeurde iets. AI, 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 doe iets. Goed zo. Ik kan echt gewoon 3 keer niks met heel deze server. Dit snap ik echt niet, game. What the fuck doe je met je AI? Hier. Hij staat daar een beetje in het hoekje. In de hoek. Ja, in het hoekje. Hij zit een beetje te huilen. Oh mijn god. Doe iets, AI. Ja. Deze heb ik echt onterecht verloren. Als ik gewoon de AI iets gedaan had. En like die andere gast niet had verlaten, had deze easy gewonnen. Het is geen GG, want het is gewoon niet leuk. Het was gewoon weer niet eerlijk. Maar we gaan gelijk door naar het volgende potje. Ja, mensen, welkom bij het derde. Nee, het vierde potje. Jezus. Het vierde potje vandaag. Hopelijk kunnen we dit wel winnen. Server. Hallo. Jezus. Gaat wel lekker vandaag. Dus hopelijk gaan we dit potje wel eerlijk kunnen winnen. Van het vorige potje. Wat een bullshit. Zijn alle servers leem vandaag? Ja, die heatseeker ging wel goed, maar dat was ook het enige potje. Die 1 tegen 1 begon niet al. Maar we hebben gescoord, dus hey, het gaat wel goed. Zo, verdedigd. En omgedraaid. En bal gelanceerd. Nee, ik heb eerder die dude gelanceerd en die bal. Maar... En dan nog in gaan. Aan de muur raken. Maar weer de snuit gebruiken om terug te gaan en de bal te verdedigen.
zo. Nee, dit is een optie. Voor het doorbrengen. Nou, eigen doelpunt. En een assist. Lol. Doen ze goed. Doen ze zeer goed. 2-1. Oké, dat was wel heel slecht voor mij. Dat was wel heel slecht, maar maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. En heps. Oh mijn god, dit is een slecht team. Nee, dit team is, want ik beug hem weg en hij verloor precies op zijn auto. Ja, dan kun je zeker bos komt. Dat is wel machtig. Zo. Nou, boost voor mij. Nee, geen boost. Zo. Precies. Oh ja. Raak hem, goed zo. Echt, ik weet niet meer mis met die shite services vandaag, maar... Zo. Raak hem. Goed zo. Goed zo, team. En... Weg mee. Oh, serieus. Teammate. Jammer. Op de paal. Dat is jammer. Goed je teammate. Oh, serieus, tiny boost. Kidding me. You kidding me? So, and how's it? En hij zit. Oh, nice. Dit is verdedigd. Boost. Nice. En weer een assist heb ik weer het gescoord. Oh ja, eentje. Dacht al. Oh, gekke assistjes.
Ach, hier. En yes. Nou, ik geef hem voor de laatste keer voor. Ja. Dat was jammer. Nou, we gaan gelijk door ook naar het laatste potje van vandaag. Yo, mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Het chaospotje 4 tegen 4. Hopelijk gaan we dit potje winnen. Ook winnen. Nee. Die heb ik. En afwagen die dan op. Goed zo, teammate. 1-0. Nice. Ik heb hem. Fair enough. Jammer. Ik sprong er nog naartoe, alleen ik was net te laat. Ja. Yeah. Ik moest helaas achter de feit aan springen. Dan heb ik hem. Weer. Ja, kunnen we weer. Server. Kunnen we weer. Zo. Raakte ik hem ook niet? Volgens mij wel, hè? Twijfelgevoel. Ja, ik heb hem. Of niet. Hoog te maken. Ik heb hem. Ik heb boost, jezus. Nou, heb ik hem wel. Of niet. Jezus. Ja, het heet niet voor niks chaos. Dan vraag ik me af, ik hoop dat ik gewoon een keer zo'n 5 tegen 5 game komt. Oh, dan wordt het chaos. Kun je die gewoon zo'n help game ook noemen? En nee. Ben iets. Boost en dat spreek je voet. Oh mijn god. En ik kom er achteraan. En nee, ik heb geen boost. Tief. Goed zo. Goed zo, die meid. Goed zo, goed zo. Ja, niet mijn buik dan. Nou, hij raakt hem. Zo. Ik word geëxplodeerd. In die gast niet, terwijl ik wel het goede setje gaf. Nee, niemand speelt van ons samen. Of in een party. Zo. Alsjeblieft.
Goh, dit was een spectaculair toepuntje. Hier eerst gewoon naar voren geschoten en naar achteraan gegaan en bam. Superpaas, ja, voor mezelf. Superpaas op mezelf. Verdedig, keeper. Mooi. Zeg, ik stond er al klaar voor om een keeper op te vangen. Maar... Het was niet nodig, dus. Oké, dat was wel mijn fout, als hij zo zit. Nice. Oh, sorry. Sorry. Raak hem. Goed zo. Nice. Zo. One. En het laatste potje ook. Met 3-1 gewonnen. Als je het vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Leuk zeker achter of je dit concept vaak wilt zien. En dan zeg ik, bye.